Met 26 stemmen voor en 6 tegen heeft het parlement de wet toezicht geldtransactiekantoren 2012 aangepast en veranderd. De in regels veranderde wet, nu genaamd de wet controle valutaverkeer en transactiekantoren, moet in de toekomst zorgen voor verdere ordening van geldtransacties en het valutaverkeer in ons land. Tijdens een marathonvergadering die tot 5 uur vanochtend heeft geduurd, heeft het parlement deze wet goedgekeurd. Omstreeks 2:15 vanochtend heeft de oppositie uit onvrede over de behandeling van de wet de zaal verlaten. Voorzitter, ik ga u zeggen dat wij vragen om deze vergadering te verdagen. Niemand moet hier me komen uitleggen, voorzitter, dat men niet wist wat de inhoud van de wet was, voorzitter. Wanneer u het op uw FB post en u zegt ik werk vanuit mijn huis, voorzitter, dan wil dat zeggen dat de inhoud al bekend was, voorzitter. Wanneer we hier zo stellen dat wij mensen de ruimte moeten geven om zaken goed te analyseren, om zaken goed door te nemen, dan moeten wij in het parlement niet gaan zitten kijken omdat zaken op Facebook zijn geplaatst. Het parlement is hier, hier moet alles gedeeld worden en hier moet alles duidelijk afgestemd worden. Dat het gaat om een nieuwe wet, dat klopt niet, voorzitter. De wijzigingen, voorzitter, vloeien voort uit de beraadslagingen. En afhankelijk van de beraadslagingen, voorzitter, worden de wijzigingen aangebracht. En dat is wat heeft plaatsgevonden, voorzitter, conform de procedure van behandeling van de wet. Ik heb het in stemming gebracht en ik moet dus de wil van het parlement verder vervolgen. Laat me dit ook erbij zeggen. Het is vaak gebeurd dat we wetten binnenkrijgen, wetten indienen. Ik heb zelf een notariswet ingediend met 2 kleine artikelen. En toen het werd aangenomen had het geloof ik 78 artikelen. Dus we hebben dit niet voor het eerst gedaan. Het is soms zo en we werken ermee. Dus ik verzoek het besluit van het parlement, kan ik niet anders, moet ik voortzetten. Laten we de vergadering voortzetten. Ik wilde misschien ook naar mijn huis. Maar het parlement heeft gezegd dat we doorvergaderen, dus dan vergaderen we door. Met de nieuwe wetgeving krijgt de Centrale Bank van Suriname meer armslag om als monetaire autoriteit te zorgen voor de wisselkoersstabiliteit. Alleen de centrale bankkoers zal dienen als de geldige koers in Suriname en is de verkoop van vreemde valuta door cambio's niet meer aan de orde. Een aantal verduidelijkende vragen werden gesteld aan de initiatiefnemers van deze wet. Voorafgaand aan de behandeling van deze wet, zoveel gehoord en gelezen daarbuiten over deze wet, ook op social media. En ik heb de wet van voren naar achteren, achteren naar voren, ondersteboven gelezen, noem het maar hoe u wilt, voorzitter. Maar ik heb niet gezien dat mensen hun vreemde valuta niet mogen opnemen. Burgers vrezen dat na aanname van de wet, zij hun valuta die zij thans op hun rekeningen hebben, dat ze niet meer kunnen beschikken over hun valuta die ze op hun rekening hebben. De eerste vraag was of men valuta kan lichten uit hun rekening. Men kan anytime, voorzitter, wanneer de bank open is, valuta lichten uit hun rekening. Er is geen verbod daarop. Op de storting op hun rekening is er ook geen verbod, voorzitter. Sparen in valuta is ook niet verboden, voorzitter. Wanneer via Western Union of elk ander bedrijf euro's voor je wordt gestuurd, gaat u hier die euro's krijgen. Wanneer er dollars wordt gestuurd, gaat u hier uw dollars krijgen. Wanneer uw salaris wordt gestort in US dollar of euro's, kunt u dat ook lichten, voorzitter. Wat we met deze wet beogen, voorzitter, is wel dat de contante transacties in vreemde valuta, voorzitter, dat helemaal verboden wordt, zodat de druk van de wisselkoers wordt weggehaald, voorzitter. En dat is waarvoor we gaan en dat is wat we ordenen. U ziet zelf, voorzitter, dat leden hier boos weggelopen zijn, omdat alles wat zij de afgelopen dagen hebben afgekondigd op FB, via de media, niet waar blijkt te zijn. Het was allemaal fake news. Vice-president Asjunadin is de regering Boutersen vast van plan om de chaos binnen het valutaverkeer aan te pakken. De vice-president ging als volgt hierop in. We leven in Suriname, voorzitter, en geloof moet zijn in de Surinaamse dollar. Niet in een euro of een dollar. Maar dat gaat kosten
een pakket aan maatregelen, mag u garanderen met wat u vandaag aan ons gegeven heeft als handvat. Dat wij gaan kijken nu hoe kunnen we de deviesreserve weer opbouwen met de maatregelen enkele van die u gegeven hebt in de wet. Hoe gaan we dat doen? Maar hoe gaan we ook importvervangend werken? Want dat is ook iets dat u ook een handvat gegeven heeft in een van uw artikelen. Hoe gaan we dat herstructureren, importvervangend? Dan alleen is die munt sterk. Dan alleen hebben we het geloof in eigen kunnen en geloof in eigen munt. Maar ook voor de cambio's, we zeggen de wisselkantoren, de importeurs en de winkels, het is goed nieuws. Niemand heeft er baat bij in een prijs die fluctueert, in een koers die fluctueert. Maar ook voor het stigma. Die stigma die gecreëerd is door de dagen voor wisselkantoren, winkeliers, importeurs. Met deze hebt u ook geen stigma meer. Dat u de schuld krijgt voor allerlei zaken in die samenleving waar die samenleving aan heeft. Want u heeft een stabielere koers. En voorzitter, als laatst nog moet ik zeggen, als we zeggen vertrouwen in eigen kunnen, dan heeft de burger meer vertrouwen in zijn munt. De banken meer vertrouwen in de centrale bank, want we hebben de centrale bank hiermee versterkt. En we zeggen de regering meer vertrouwen in ons productiepotentieel.